Goedemiddag, welkom bij Kliniek Noord-Kennemerland. Ik ben Paul Brisset, ik ben psychiatrisch verpleegkundige op de afdeling. En ik ga jullie zo rondleiden op de kliniek. Tot zo! Inmiddels zijn we op de kliniek. Het is een grote kliniek met 28 bedden, een intensive care en een high care. En de woorden zeggen het al, daar worden mensen intensiever behandeld dan aan deze kant. Mensen vragen mij vaak, wanneer word je nou opgenomen op een kliniek? Nou, het is natuurlijk niet zo als het over gewone gebeurtenissen in je leven gaat. Verlies, scheiding, dood van familie en van vrienden. Dat zijn ernstige gebeurtenissen, maar daarvoor heb je je vrienden om over het strand mee te lopen en je verdriet te uiten. Of je gaat naar een psycholoog als het nog ernstiger wordt. Je wordt op een crisiskliniek opgenomen als het ook echt crisis is en als het thuis niet meer lukt. Dan kom je hier terecht en word je intensief behandeld. Als je wordt opgenomen, dan is er een opnamegesprek. Daar is uiteraard bij aanwezig de psychiater van de afdeling, de naaste van de familie, omdat we geloven dat de naaste meer weten van de patiënt dan wij dat weten, en een van de verpleegkundigen. Er is ook een familieervaringsdeskundige. Dat is iemand die in zijn familie, haar of zijn familie, ernstige psychiatrische klachten heeft meegemaakt en dus veel kennis van zaken heeft. Inmiddels zijn we in een van de woonkamers van de kliniek. Er zijn 4 woonkamers. De woonkamers zien eruit zoals thuis, met een tafel waar je aan kunt eten en ook stoelen waar je in kunt zitten om 's avonds tv te kijken. Er wordt hier 's avonds ook gewoon gekookt, zodat je de geur van de aardappels en de spruitjes kunt ruiken. En we doen dat om het allemaal zo huiselijk mogelijk te houden. Op de afdeling worden vele activiteiten aangeboden. Op dit moment zijn we in de creatieve ruimte. Hier wordt overdag geschilderd. Hier wordt piano gespeeld, gitaar gespeeld of achter de computer spelletjes gedaan. Maar zoals we allemaal weten is het voor de geest heel erg goed om te bewegen. We hebben dan ook een bewegingsagoog in dienst, 2 zelfs. En die gaan overdag met mensen wandelen of sporten. En dat wordt elke dag aangeboden, zelfs op zaterdag. Als je wordt opgenomen op een kliniek, dan krijg je uiteraard een behandelaar toegewezen. Dat kan een psychiater zijn, dat kan een verpleegkundig specialist zijn, het kan een afdelingsarts zijn, maar het kan ook een AJOS zijn. En dat is een arts in opleiding tot specialist. Daar zijn er altijd wel 2 van op de afdeling. Maar deze mensen spreek je natuurlijk hooguit 1 of 2 keer in de week. Gelukkig zijn er verpleegkundigen en agogen op de afdeling en die hebben de persoonlijk begeleider taak. Ik begeleid 4 patiënten, 4 à 5 patiënten en ik ben altijd hun aanspreekpunt. Dus ook als er problemen zijn op de afdeling of als je met heel veel verdriet zit, kun je even naar mij toe komen om een gesprekje te voeren. 10 minuten gesprekje noemen we dat. Bij een opname krijg je uiteraard een eigen slaapkamer. En dat is in het verleden wel anders geweest. Vroeger lag je met 10 mensen op een kamer, terwijl je daar heel depressief lag. En dat is niet bevorderlijk voor het herstel. Op deze afdeling is het sanitair gedeeld, maar gelukkig heb je wel een eigen wastafel. Wanneer de piek van de crisis voorbij is, is het natuurlijk de bedoeling dat je weer naar huis gaat. Maar we laten je dan niet alleen. Ook buiten de kliniek zijn psychiaters en psychologen en hulpverleners aanwezig. Ik hoop dat u door deze rondleiding een goed beeld heeft gekregen van de psychiatrie. En vooral dat u bij is gebleven dat psychiatrie mensenwerk is. Dat het over mensen gaat zoals u en ik die een tijdje in crisis zijn. Tot ziens!